heb je voor me? U heeft voor zich Margot van Reenen. Ik ben directeur van de Stichting Buurtwerk Kralingen-Krooswijk. En ik heb er vanavond nauwelijks nog een dikke 50 binnen zien komen hier. Wat is het probleem? Het probleem is dat de stichting binnen een jaar tijd ongeveer 26% van haar budget moet inleveren. En dat betekent dat wij van een budget van 3 miljoen naar 2 miljoen terugvallen. En ja, dat heeft heel veel impact in de wijk, in het kinderwerk en het jongerenwerk wat wij doen. Voor de kinderen en de jongeren, hun ouders, maar ook voor de buurtbewoners. En wat gaat u vanavond de deel nou vertellen? Ik ga niet zoveel vertellen. Wij hebben ook kinderen en ouders en andere bewoners die gaan vertellen wat ze zo belangrijk vinden aan ons werk. En ik denk dat dat ook onze kracht is. Dat wij mensen die je normaal niet zo snel voor de microfoon ziet staan, dat die vanavond hun verhaal komen vertellen hoe belangrijk ons werk is. En waarom wij vooral moeten blijven in de omvang die we nu hebben. Nou, beste mensen, al jaren komen kinderen, jongeren naar het deurthuis. Ik ga het ook niet moeten. Er worden veel activiteiten gedaan voor ontspanning en in de andere om jezelf te ontwikkelen door middel van de creatieve en leerzame activiteiten. Heel veel ouders vinden het belangrijk dat, ik ook als ouder vind het hartstikke belangrijk dat mijn kind op een veilige plek kunnen spelen. Bijvoorbeeld mijn dochter, als ze op een plek alleen op het plein speelt, wordt ze vaak gepest, dus omdat er geen toezicht is op hun. Veel ouders hebben zelf met hun kinderen te gaan spelen. Ze hebben nog geen tijd. Na het werk moeten ze bijvoorbeeld dingen thuis doen. Dan hebben ze ook geen tijd. En je hebt ook ouders die geen Nederlands, niet zo goed Nederlands, kunnen ze ook hun kinderen niet helpen met hun huiswerk. Dus buurthuis, mijn kind, die ging al jaren, aan alle kinderen, al jaren naar het buurthuis. Ze doen heel veel activiteiten daar. Ze doen streetdance, dan krijgen ze ook een huiswerkbegeleiding. Mevrouw Sula, gaat u gang? Nou, ik loop al een tijdje tijd in het buurthuis. Vervolgens kreeg ik van mijn begeleider te horen, om een goede pedagoog te zijn, moet je je verdiepen in het verleden, hoe jij als kind was. Toen kwam bij mij naar binnen, hoe ik als kind was en waar ik ben opgegroeid, dat was in het buurthuis. Ik voor jullie allemaal een gelukspoppetje. En ik hoop voor jullie, ik hoop natuurlijk ook voor ons, dat de buurthuis mag blijven. Ja, dat was mijn verhaal. Dat jullie ons kunnen steunen. Andere mensen kunnen helpen in het begeleiden van kinderen. Want die kinderen hebben die aandacht nodig. Kinderen kunnen niet zelf weten hoe ze met elkaar om moeten gaan. Dat moet iemand ze leren. En hoe kan je het beste leren om goed met andere kinderen om te gaan, als er geen activiteiten zijn waar ze heen kunnen gaan? En ook vind ik het heel erg om te zien dat kinderen zoals ik, die zich heel eenzaam en alleen voelen op deze wereld, zich straks nog buitengesloten te voelen. Want dankzij Klote Kralingen heb ik geleerd om hier te staan en me niet zenuwachtig te voelen en me niet te schamen. En ik vind dat ieder kind dat moet voelen. Ieder kind moet het zeker voelen over zichzelf. En wie gaat ze dat meegeven? Thank you.
leden zoals Janja, die hebben ons heel veel betekend omdat zij als deelraadslid voor Krooswijkers heel, maar ook heel veel betekent. Janja, chapeau. Ons tweede heren lid is Tom Heenen. Hij weet helemaal niet dat ik een pluim ga geven, maar dat is onze kroos. En geloof me maar, het is de beste kroos die je kan wensen. Voor de mensen die hem nog niet kennen, kijk dat is op www.1krooswijkervertel.nl. Nou, chapeau voor jou. Ons derde erelid is Anna Parel. Helaas niet aanwezig, want die zit tegenwoordig in de hoek en van week heeft ze. Maar ze is voor ons een groot voorbeeld geweest. In samenwerking met de deelgemeente, Havensteden, Roodhep, gemeentewerken, stadspolitie, stadsgezicht, sorry, en de politie staan we al heel wat jaren voor schoon, veilig en participeren. En ook kunstdagen, zoals u weet, mevrouw Paulette de Vries, een warm hart. Een kleine toelichting hoe hierover is, dat velen van ons het zootje van een ander, wat naast de containers ligt, probeert op te ruimen, wat eigenlijk onbegonnen werk is. En we geven dan zoveel mogelijk aan 1410 voor. Onze prikacties met de kinderen, in het kader van een eitje van kwijtje, wordt al aardig benoemd. Jaren geleden stond er een kleine advertentie in de krant en die vroeg de vroege bewoners die ideetjes hadden voor rekeninggeld aan te dragen. Ik was de gek die de lichtjes aan heeft gebracht omdat ik het zo mooi vond om te consumeren. De lichtjes zijn niet alleen leuk en mooi om te zien, maar ook een belangrijke bijdrage aan een veilige en leefbare wijkomgeving. De Koeweide is een plek waar regelmatig is sprake is van jeugdoverlast, wat ook bekend is bij u en de politie. De lichtjes geven dan extra licht op deze hangplekken en dat geeft een veiligheidsgevoel. De lichtjes geven ook een opwaardering van leefbaarheid van de wijk. Samen met de wijkagenten, Hester, brengen wij al heel wat jaren als bewonersgroep de veiligheidsproblemen in de wijk in kaart en participeren in de aanpak van deze problemen. Velen van onze groep stellen daarvoor hun huizen tot diep in de nacht beschikbaar. Natuurlijk bent u allemaal ontzettend nieuwsgierig naar onze lichtjes. Daarom vragen wij u onze uitnodigingen straks voor eventueel 6 januari is niet te vergeten. We weten nu, net gehoord op de gast van de raad, dat u 1 keer per maand ergens naartoe gaat. Misschien kunt u in januari eens een keertje op de Koeweide komen. In het kader van dit onderwerp bieden wij dit burgerinitiatief aan voor het behoud van onze lichtjes. 1539 ondersteuningshandtekeningen en natuurlijk de 50 die erbij horen. Hartelijke groeten en dan voor het leiderschap van de bewoners van Slachthuisterrein. Goedenavond, beste mensen. Dat we niet of nauwelijks op economische groei hoeven te rekenen, dat begrijpen we wel. Maar dat wil toch niet zeggen dat we niet of nauwelijks hoeven te investeren. En zeker niet in de toekomst. Ik heb geen sociale economie gestudeerd, maar weet wel dat je altijd aan omzet moet denken. Geen omzet, geen groei. Minder zaaien, minder oosten. Dat zal de landbouwer zeggen. Omzet, dat weet iedere winkelier, maar dat geldt ook voor de sociale sector. Want een economische samenleving is nauw verbonden met het sociale leven. Is er niet of nauwelijks geld om een woning auto-inbraken aandacht te geven? Is er bij u ingebroken? Sorry, u had dan beter niet in Krooswijk om Gralingen kunnen gaan wonen, maar in een bunker aan de zee. Ik kan dit niet begrijpen en soms bekruipt mij de gedachte dat de overheid soms op iemand lijkt die overal de prijs van weet, maar niet de waarde kent. U en ik beseffen dat we uiteindelijk een nog hogere rekening zullen moeten gaan betalen. Het wordt weer hetzelfde liedje. Dat zien we morgen dan nog weer. En dat is een heel oud liedje. Ik coördineer ruim 7 jaar een Let's ruilwinkel in Krooswijk, genaamd Letspaar. Voor u ligt er een glossy tijdschrift, maar die komt er zo aan. Ik heb daar een krantje in gedaan van onze winkel. Op pagina 40 kunt u onze winkel aanschouwen met een mooi verhaaltje erbij. We zijn er heel erg trots op. Wij, dat zijn de 14 vrijwilligers, mannen zowel als vrouwen, die elke werkdag de winkel openhouden voor klanten. Die kunnen lid worden en dat is gratis.
Wel met een geldig legitimatiebewijs, want dat is weer nodig. Voor mensen die kwaaie bedoeling hebben. Ze maken een pasje voor ze met daaraan een nummer gekoppeld en ze kunnen spulletjes brengen. Die zetten ze met hun nummer en de gevraagde punten mooi uitgestald in de winkel. Nemen andere klanten het mee, hebben ze punten gekregen. Liever voor de klanten bijhouden. Een punt staat voor ongeveer 50 cent. Ze mogen hun spullen 3 maanden bij ons neerzetten. Ook kunnen ze een dienst aanbieden of vragen. Het kan zijn een broek kort te maken of een plafonnetje witten. Het kan ook zijn, kom bij mij een kopje thee drinken. Of wil iemand bij mij gaan fietsen. Ze maken kennis met elkaar in de winkel onder het genot van een kopje koffie of thee. En er komt een dienst tot stand. Doordat we ook een kledinggedeelte hebben voor mensen die onder het minimum terecht zijn gekomen, komen er ook veel allochtonen binnen. Die kunnen voor 50 cent kleding kopen. Een groot aantal kunnen niet lid worden, want ze hebben geen legitimatiebewijs bij zich. Dat hebben hun echtgenoten op zak. Als ze de mooie spullen zien staan, willen ze graag lid worden en komen met hun mannen terug. We staan op 830 klanten. We zijn blij dat we weer mensen met een andere nationaliteit bij het systeem betrokken hebben. Ook kunnen we alle mensen bij een activiteit betrekken. We hebben 6 tot 8 activiteiten per jaar, een groot ruilfeest, 3 motorshows en verschillende bewoners en onze vrijwilligers uit de wijk. Die houden we in Huis de Krooswijk, daar komen veel bewoners op af. We hebben paas, kerstcupjes maken en natuurlijk ons zoveel jaar bestaan. Ook Bruin Huis doen we aan mee. We organiseren een dagje uit voor de kindertjes die niet op vakantie kunnen. In samenwerking met Wijkpastoraat, het Open Huis. Ook hebben elk jaar maatschappelijke stageplaatsen. Dit jaar 2 fijne Marokkaanse jongens. We zijn door de gastvrijheid een sociale factor in de deelgemeente geworden en worden dorpsbond genoemd. We bieden een luisterend oor, dus horen we de misstanden in de wijk. Daar willen we bij helpen die op te lossen. Moet ik strak van de winkel sluiten vanwege de strikte bezuiniging, terwijl ze juist nodig is als de economie niet op nauwelijks groeit. Mijn personeel werkt op vrijwillig basis en straks zonder een kleine vergoeding. En het kost, en kost dat dan nog te veel? Het kost ons nog eens goed na te denken. Een pessimist heeft altijd geld, leer je. En een optimist is altijd blut. Griekenland is blut en krijgt een miljard steun. En wij krijgen een hand. En misschien zit er iets voor ons in, hoog boven. En, zei Toon Hermans, wat heb je nou aan de hand? Ben ik een pessimist? Nee, want ik heb geen geld. Ook het lesparadijs kan niet zonder geld. Zonder volledig functioneren, zonder de subsidie van de deelgemeente. En wij praten niet over miljarden. Nog 2 regels, mag ik? 2 regels daar. Ik dank u voor uw aandacht. Thuis op straat, u werkt alle dagen op de kleine. Van maandag tot en met zondag, in de avonden. En die doet heel veel, niet alleen voor de jongeren, voor de kinderen, maar ook voor de bewoners. Maar wat ik het gevoel heb, is dat heel veel mensen niet weten, is dat wij niet van het sport en spel zijn. Wij doen namelijk heel veel projecten daarnaast. En nu dat wij gekort zullen gaan worden, zal het ten koste gaan van heel veel dingen. En daar heb ik maar even een lijstje van gemaakt. Want wij doen namelijk allerlei extra activiteiten. We hebben namelijk heel veel scholarships. We hebben jongerenbijbanen. Dat zijn jongeren uit de wijk die we in dienst nemen. Die we opleiden en die we ondersteunen om weer naar school te gaan. We ondersteunen de speeltuinen in hun activiteiten. We gaan met jongeren naar theater. We zorgen ook dat jongeren theatervoorstellingen uitvoeren. We werken heel nauw samen met het Centrum van Jeugd en Gezin. Die ondersteunen we in de wijken door de jongeren en de kinderen te begeleiden samen met het CJG. We doen ook een aantal zaken in de verslavingszorg. We werken samen met de reclassering. We werken samen met de sportvereniging. We werken samen met de buurtorganisaties. Dus
Ik wil graag even heel duidelijk maken, dit zijn dingen die nu straks allemaal weg gaan vallen. Onze projecten met zwemmen voor oudere Marokkaanse vrouwen, dit zijn nou allemaal dingen door dat we dus gekort worden, die dus allemaal wegvallen. En ik wilde dat gewoon even meegeven, zo van mensen, ik lees wat daar staat, ik schrik daar een beetje van, dat men denkt dat wij alleen maar van het sport en spel zijn, maar ik wil u even meegeven dat er heel veel projecten nu niet meer uitgevoerd kunnen worden. En dat betekent dat wij aangeland zijn bij agenda punt 3, maar er waren geen aanleiding voor vragen over uw gisteren agenda punt eigenlijk bij was in van agenda gevallen. Dat doe ik alsnog en daarmee zijn we bij.